Dag Nico, veel vennootschappen die bouwen in de loop van de tijden reserves en liquide middelen op. En vroeg of laat stelt zich dan uiteraard de vraag hoe die middelen getransfereerd kunnen worden naar het privévermogen van de ondernemer. Fiscaliteit is daar een belangrijk element in om beslissingen te nemen. Nico Hostien, manager estate planning bij de Groof Peterkam. Jij gaat ons daar vandaag tekst en uitleg bij geven. Om te beginnen, wat zijn eigenlijk de klassieke technieken om kapitaal over te hevelen van de vennootschap naar het privévermogen? Wel, er zijn verschillende manieren om middelen, liquide middelen uit de vennootschap over te dragen naar het privévermogen. Denk maar aan een uitkering van een loon, een aanlag van een individuele pensioentoezegging zoals een IPT of zelfs een verheffing. Nu, de meest voorkomende manier om middelen over te dragen naar het privévermogen is natuurlijk een dividenduitkering. Traditioneel keert de vennootschap een dividend uit en betaalt daar een vrij zware fiscale kost op, namelijk 30%, meestal onder de vorm van een roerende voorheffing. Zijn er alternatieven die minder zwaar belast worden? Ja, inderdaad. De fiscale kost kan aanzienlijk verminderd worden door een aantal mogelijkheden. Denken we maar aan de liquidatiereserve. Door de aanleg van een liquidatiereserve is het mogelijk om toch de vrij zware fiscale druk van 30% te herleiden tot 15% bij een dividenduitkering. Of zelfs in sommige gevallen tot 10% bij een verheffing van een vennootschap bijvoorbeeld. En hoe werkt dat dan concreet, zo'n liquidatiereserve? Wel, de vennootschap kan de winst van het boekjaar na vennootschapsbelasting aanleggen of overboeken op een speciale rekening van het passief, de zogenaamde liquidatiereserve. Op dat ogenblik, dus bij de aanleg, betaalt de vennootschap onmiddellijk 10% belasting. Dit is een cash-out, zoals we dat noemen, onmiddellijk. Bij een latere uitkering komt er nog eens een fiscaliteit bovenop. Als we voldoende geduld hebben, als de vennootschap voldoende geduld heeft en de wachttermijn van 5 jaar kan respecteren en het dividend bijvoorbeeld uitkeert na 6 jaar, dan komt er nog een bijkomende kost van 5%. Dus dat maakt in totaal 15%, 10% bij de aanleg en nog eens 5% bij de uitkering. Nu, als we nog iets langer kunnen wachten en de vennootschap keert maar de middelen uit naar aanleiding van een verheffing, dan is er geen enkele bijkomende kost meer. Dan is het gewoon finale kost 10%. Dus geduld loont wel degelijk hier. Als de vennootschap te weinig geduld heeft en te snel wil uitkeren, met name binnen een termijn van 5 jaar, dan bedient ze nog eens bijkomend 20% te betalen op het ogenblik van de uitkering, wat dan de totale fiscale kostprijs op 30% ongeveer maakt. Kunnen we dat eens illustreren met een concreet becijferd voorbeeld? Ja, dus nemen we een vennootschap met een winst van het boekjaar van 110.000 euro. Deze vennootschap kan met deze cijfers maximaal een liquidatiereserve aanleggen van 100.000 euro en betaalt daar onmiddellijk 10.000 euro een bijzondere aanslag op, met name 10%. Bij latere uitkering, na 5 jaar, betaalt de vennootschap op het ogenblik van de uitkering nog eens 5.000 euro, waardoor dat er netto nog 95.000 euro overblijft. Als de vennootschap kan wachten tot de verheffing, dan wordt er geen enkele bijkomende uitkering meer voorzien en is de finale kostprijs gewoon 100.000 euro netto overgehouden. Als er een uitkering gebeurt binnen de termijn van 5 jaar, dan dient er nog 20.000 euro bijkomend bijbetaald te worden op het ogenblik van de uitkering en houden we nog netto 80.000 euro over. Dus een vrij groot verschil dus. Welke vennootschappen kunnen eigenlijk een liquidatiereserve aanleggen? Wat zijn de voorwaarden? Enkel kleine vennootschappen kunnen een liquidatiereserve aanleggen. Nu, klein, dat criterium dient gerelativeerd te worden, want op basis van de criteria kunnen toch vrij grote KMO's ook in aanmerking komen voor de aanleg van een liquidatiereserve. Nu, vennootschappen die deel uitmaken van een groep kwalificeren iets moeilijker voor het criterium klein. Je hebt daarnet al verwezen naar het feit dat de middelen eigenlijk idealitair 5 jaar in de vennootschap moeten blijven om in aanmerking te komen voor dat gunstige fiscale regime. Zijn die middelen dan geblokkeerd op die speciale rekening of kan de vennootschap daar ook nog iets mee doen? Nee, ze zijn zeker niet geblokkeerd en ze hoeven ook niet enkel in cash aangehouden te worden. Gedurende de wachttermijn van 5 jaar kan men dus inderdaad de middelen wel degelijk beleggen of investeren. Dat creëert normaal gezien een extra rendement. Pas wel op, dat extra rendement is in principe onderhevig aan de vennootschapsbelasting. Wetende dat het algemeen tarief van de vennootschapsbelasting 25% bedraagt, kan dat toch wel een bijkomende kost met zich meebrengen. Hebben jullie daar een oplossing voor?
Jazeker, er zijn verschillende oplossingen, maar een van de oplossingen die meest in het oog springt is het zogenaamde DB-fonds. Een DB-fonds is eigenlijk niks anders dan een aandelenfonds dat op regelmatige basis dus jaarlijks zijn winst uitkeert aan de belegger en dat onderhevig is aan een speciale rapportering. Het grote voordeel van een investering in een DB-fonds is dat de vennootschap, de dividenden en de meerwaarden die de vennootschap ontvangt, zijn quasi vrijgesteld van belasting. Dus een extra kers op de taart. Nico Hoogsteen, bedankt voor de toelichting. Ik onthoud vooral dat die liquidatiereserve een zeer interessant middel is om kapitaal over te hevelen van de vennootschap naar het privévermogen.